Welkom iedereen bij een nieuwe video van Pak 5. Vandaag hebben we weer een vergelijkingstest met twee microfoontjes. We hadden hiervoor een 160 euro microfoon tegenover een 25 euro microfoon. Nou, die 25 euro microfoon is dus nu 20 euro geworden. En ik heb nog een tegenstander voor die microfoon gevonden. Namelijk een 1,60 euro microfoon van AliExpress. Dus ja, twee microfoontjes. In de winnaar. Mijn winnaar, inderdaad. Oké, dus ik heb ze hier beide nu op mijn borst zitten. Je kan het zien. Wauw, twee microfoontjes. We hebben hier dus de linker. Waarschijnlijk op de video's rechts. Dit is de AliExpress, de Kebidoo of zoiets. Het staat wel een link in de beschrijving, je ziet het wel. En de Boya by M1. Het is verschrikkelijke namen. Maar dat zijn dus de twee. En ik heb dus al geluisterd naar deze 1,60 euro microfoon. En ik ben best wel verrast over de kwaliteit. Het is best wel goed. En sowieso voor het geld. Ik bedoel, fucking hell. That's a lot of quality for your price. En oké, laten we eens even vergelijken. Dus nu luister je mij dus op de Boya microfoon. Dus deze is 20 euro. En geeft je een beetje een idee hoe het een beetje klinkt. En dan gaan we over uiteindelijk naar de 1,60 euro microfoon. De Kebidoo. Dus dit is een beetje hoe die microfoon dus klinkt. Algemeen, ik heb het even geluisterd op de computer, klinkt het best wel netjes. Dus dit is de Boya microfoon en dit is dus de Kebidoo microfoon. En uiteindelijk wat ik dus mis bij die Kebidoo microfoon is al dus de... Weet je, de diepe klanken. Ik merkte wel bij de Boya dat je wat meer diepere klanken in krijgt. Wat ik best wel fijn vind. En het is ook fijner om naar te luisteren. Maar al deze, waar je nu dus naar luistert. De Kebidoo. Klinkt eigenlijk best wel goed voor het geld. Dus weet je, ik dacht van 20 euro. We kunnen niet meer lager. Dit is een beetje de grens, weet je. Voor de rest is het allemaal gewoon microfoontjes waar je heel veel ruis op hebt. Heb je bij deze ook niet. En ik, ja... Fuck, 20 euro. Dacht ik van dat kan niet. Nee, kan niet lager. Always got AliExpress to the rescue. Dus als jij denkt, ik kan echt geen goede microfoon vinden. Ik moet 100 euro spenderen. Hell no, dat hoef je niet, joh. 1,60 euro. Dat kan je wel betalen. Dus nou heb je sowieso een microfoon om dat voor te gebruiken. En die gaan we ook even testen trouwens. Want we zijn er klaar. Hoe het doet, een beetje met achtergrondsgeluid. Want ik heb een beliefdalige vriendin hiernaast me liggen. En die gaat even wat lawaai maken. En dan ga jij een beetje een idee krijgen hoe goed die dat een beetje eruit filtert. Natuurlijk hebben ze niet echt noise cancelling of filtering. Weet ik wat op deze microfoon zit. Het is gewoon mijn lichaam die ertussen zit. Dus dat doet het werk. Dus laten we gewoon even kijken hoe het allemaal doet. Dus nou ja, ik heb dus... dit is de microfoontest. Zo klinkt het dus met de vergelijking. Ja, het is heel warm buiten. Het is verschrikkelijk inderdaad. Oh man. Ik heb wel lekker gezwommen net. Dat is wel echt fijn. En ik vond... Nee, het school, hè. Verschrikkelijk. Ja, school verschrikkelijk inderdaad. Top, dankjewel. Dus dat is de vergelijking. Wat ik zelf vind van dit microfoontje is... het heeft een beetje ook natuurlijk weer een dingetje dat niet zo heel fijn is. Mijn Boya microfoon kan ik dus gebruiken op mijn mobiele toestel. Dus dan kan je gewoon daarmee opnemen en het is super handig. Kun je altijd in je zak doen en klaar. Deze microfoon, de Kebidoo, kan dat dus niet. Je kan dus niet met dit microfoontje. Dus de enigste nadeel wat ik een beetje vind van dit microfoontje, van de Kebidoo microfoon, is ten eerste... Hij bungelt een beetje, zeg maar. Als je het kabeltje een beetje uittrekt, sorry voor het geluid. Hier, dan is het gewoon slap hangend dingetje, zeg maar. En ja, soms wel in het moment inderdaad. En die andere die blijft gewoon heel keurig gewoon zitten, zeg maar. Die zit niet aan zo'n kabeltje vast. Die heeft gewoon zo'n clipje die erin klipt. En die zit altijd gewoon hartstikke keurig vast. Voordeel wat ik dan wel vind aan dit kleine microfoontje van AliExpress is dat het gewoon een simpel clipje hebt. Dat niet zozeer je kleding beschadigt. Want met de Boya heb je van echt van die haakjes. Die gaan er helemaal... Het zit super stevig vast. Dat wel. Maar het kan je kleding beschadigen. Wat wel een beetje jammer is. En natuurlijk om de eerste manier om dit microfoontje van AliExpress op te nemen. Is via de camera. Dat werkt wel. Ik verwacht ook dat het dan werkt gewoon in je computer. Waarbij de Boya gewoon wel werkt in je smartphone. En overal anders. Dus
Het is een beetje een afweging wat je dus zal moeten maken. Maar al in al, de kwaliteit is fantastisch. En ik ben er super blij mee. Voor 160 euro. Haha, prank. 1,60 euro is het hartstikke keurig. Dus dat is mijn deel. Doe ermee wat je wil. Abonneer natuurlijk voor meer video's als je natuurlijk meer wil zien. Niet vergeten, klik dat subscribe knopje, abonneer knopje gewoon lekker in. Doe ik lekker het belletje aan, joh, als je toch bezig bent. Hè? Topper, dankjewel. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Bye bye!